Deze film gaat over verscherpen met het filter hoog doorlaten, oftewel het high-pass filter. Dit is de foto zonder verscherping en dit is de foto met verscherping. En ik hoop dat je ondanks de compressie van de video toch een beetje goed kunt zien wat het verschil is. Om te beginnen, wanneer je gaat verscherpen, doe je dat altijd als laatste stap. Je hebt al je bewerkingen al gedaan en daarna ga je pas verscherpen. Want wat je met verscherpen gaat doen, je gaat het contrast een klein beetje verhogen op heel fijn niveau. En ga je daarna nog met andere gereedschappen aan de slag, dan ga je het eigenlijk veel te veel overdrijven. En daarom doe je dus je verscherping als laatste. En wanneer je verschermt, dan zoom je in tot 100%. En ik kies in dit geval voor het gezicht. Want dat is hetgene waar het mij om gaat in de foto. Ik wil dat mensen kijken naar het gezicht. Dus ik ga me bij het verscherpen ook toeleggen op het gezicht. Ik heb al verschillende filmpjes gemaakt over verscherpen. Onder andere over slim verscherpen. Klik daarvoor hierboven. Wat een hele mooie methode is. En doorlaten is eigenlijk gewoon een andere manier van verscherpen. Welke manier het beste is, ja, dat moet je toch gewoon een beetje zelf uitzien te vogelen. Ik ben zelf nogal fan van slim verscherpen. Maar ik wil je ook deze methode niet onthouden. Om te verscherpen ga ik eerst de laag dupliceren. Ik ga de inhoud gewoon kopiëren naar een nieuwe laag en daar ga ik de verscherping op toepassen. Want dat betekent dat ik altijd nog gewoon heel makkelijk het verschil kan zien van hé, hey, hoe is het nou uitgepakt? En die laag dupliceren dat doe ik met de sneltoets Ctrl J. En vervolgens zie je in het lagenpaneel dat er een laag bij komt. Deze laag ga ik omzetten in een slim object. Want dat betekent dat ik namelijk ook nog gewoon als ik niet helemaal tevreden ben over mijn verscherping, dat ik die ook nog gewoon een beetje aan kan passen. En dat doe je heel simpel door er met rechts op te klikken en dan te kiezen voor omzetten in slim object. Photoshop moet dan even een klein beetje rekenen. En wanneer het klaar is, dan zie je in je lage paneel ook dat er een heel klein vierkantje bij is gekomen. En dat betekent dat het dus een slim object is. Nu zijn er twee stappen die ik moet doen, en eentje daarvan is dus het filter hoog doorlaten. En als ik naar het filter ga, dat zit hier boven bij filter, overige en dan hoog doorlaat, als ik daar dan op klik, dan zie je al een klein beetje wat er achter gaat gebeuren. Maar als ik dit bijvoorbeeld te hoog zet, dan zie je dat er nog allerlei kleurinformatie in de foto zit. En dat is niet de bedoeling. Die wil ik er eigenlijk uithalen. Ik wil gewoon verscherpen op basis van het contrast en het spel tussen licht en donker. En daar kan ik kleur dus niet bij gebruiken. Dus ik klik nog even op annuleren. En om die kleur uit te halen, halen we heel eenvoudig gewoon de verzadiging uit de foto. Dat doe je met de sneltoets Ctrl-U. En dan krijg je het kleurtoon en verzadigingsfilter tevoorschijn. En waarom pakken we precies de verzadiging? En niet bijvoorbeeld omzetten naar uh, zwart-wit. Ik wil in principe alle tonen wel intact laten. En ga je met het zwart-wit filter werken. Dan ga je bijvoorbeeld schuiven in de rode tinten of in de gele tinten. Nou, dat zou de kleur van de slang aanpassen. Want die is hartstikke geel, bijvoorbeeld. Nee, het enige wat ik wil, ik wil eigenlijk gewoon de kleuren. Naar zwart-wit hebben en dan is de verzadigingen uithalen heel simpel. Ga ik nu naar het filter hoog doorlaten en zet ik hem te hoog, dan zie je dat er helemaal niks meer met kleuren gedaan wordt. Het is puur zwart-wit en dit is eigenlijk hetgene waar ik mee kan werken. Dit is natuurlijk gewoon te veel. Begin gewoon lekker bij de waarde die helemaal links staat, 0,1, en dan lijkt het erop alsof er eigenlijk helemaal niks gebeurd is. En langzaamaan kun je gewoon die waarde met de pijltjes toetsen in dit geval een klein beetje verhogen. Net zolang totdat je zegt van, hé, hey, ik zie in de achtergrond een foto verschijnen en dat vind ik wel fraai. Als je te ver gaat, ik ga even naar 2.8, dan zie je eigenlijk bijvoorbeeld hier op de slang al een hele dikke rand ontstaan en dat zal dadelijk niet fraai worden. Ook in de ogen en in het haar wordt dit gewoon te veel. Dus deze waarde ligt gewoon te hoog. 0,9 is in dit geval wel beter. En ik klik vervolgens op oké. OK. Welke waarde jij voor je foto moet kiezen, dat is dus geheel aan jouw foto. Het hangt af van de resolutie, eh, van de lens die je gebruikt hebt, hoe scherp je origineel is, of je een filter ervoor had wat ook de scherpte een beetje roet in het eten gooit. Dan moet je misschien meer verscherping toepassen, maar in dit geval was 0,9 dus wel iets waar ik tevreden over ben. Echter is dit een grijze massa over mijn foto en daar zit ik niet op te wachten. Nou, dat kunnen we heel eenvoudig aanpassen. We hebben nu een grijze laag waarop het hoogdoorlaatfilter is toegepast. En we kunnen daar een klein beetje mee spelen. We kunnen tegen deze laag zeggen van, hey, hou een beetje rekening met wat er onder gebeurt. En dat doen we door de dekkingsmodus van de laag te veranderen. Nu staat die op normaal en als je daarop klikt, dan krijg je een heel rijtje met waar je uit kunt kiezen. En er zijn er eigenlijk vier waar je mee kunt werken. De eerste daarvan, dat is bedekken. En het zijn ook de drie daaronder. Bijvoorbeeld zwak licht, fel licht en intens licht. En als ik bijvoorbeeld bij bedekken begin, dan zie je dat daar wel een verscherping overheen zit. Maar ga je naar een van de andere modussen, dan wordt die verscherping eigenlijk alleen maar, uh, ja, feller eigenlijk. Er wordt meer verscherpt. Maar uit deze vier moet je kiezen. En ik ga in dit geval gewoon heel eenvoudig voor bedekken. Ik vond dat ik al een vrij scherp origineel had en ik heb dus eigenlijk niet zoveel verscherping nodig. Dit is dus de foto met verscherping en dit is hem zonder. Nou, en op het eerste gezicht lijkt er niet zo gek veel veranderd, maar kijk maar eens hier boven in het haar. Dit is aan en dit is uit. En als je erop let, het is ook te zien in de ogen. Ik ga toch een klein beetje meer verscherping toepassen. En omdat ik een slim filter heb, kan ik dat dus nog gewoon aanpassen. Ik dubbelklik gewoon op het woord hoogdoorlaat en ik krijg het filter weer te zien. Nou, en ik ga bijvoorbeeld naar de waarde 1,1 en ik druk op OK. Zet ik hem nu uit, dan zie je dat ik eigenlijk gewoon een beetje meer verscherping heb. Er zit iets meer verscherping in de ogen. Alleen, dit is nog niet helemaal mooi, vind ik. Er zit te veel verscherping in de hooglichten. Bijvoorbeeld hier in deze stukken bij de oog, maar bijvoorbeeld ook hier in het haar. En dat is eigenlijk gewoon de hele lichte partijen. En dat kun je gewoon weer heel makkelijk aanpassen met de functie overvloeien als. Daar heb ik ook al een keer eerder een filmpje over gemaakt. Daar kun je ook hierboven op klikken. Maar um, om het nog even toe te lichten. Overvloeien als, dat betekent dat er dingen in deze laag, in deze hoogdoorlaatlaag, dingen toegepast worden. Als hij bijvoorbeeld een bepaald niveau van lichtheid of van donkerheid heeft. En dat bepaalde dingen ook niet toegepast worden. Hoe bereik je dat filter? Dat is kinderlijk eenvoudig. In de laag kun je gewoon dubbel klikken op een leeg stuk. En als je dat doet, dan krijg je het laagstijlen-menu voor je neus. En dan heb je daaronder heb je dus gewoon twee sliders. En je hebt de onderste slider nodig. Die onderste slider die bepaalt eigenlijk wanneer het toegepast wordt op basis van de onderliggende laag. En ik wil het dus eigenlijk gewoon niet in de lichte delen hebben. Dus wat ik dan doe, ik ga gewoon deze rechterpijl naar binnen trekken en in de achtergrond zie je al misschien een klein beetje wat er gebeurt. Het verdwijnt in de hele lichte gedeeltes eigenlijk als sneeuw voor de zon. En nu is dit pijltje een harde grens. En ik kan die grens ook nog een klein beetje uitvloeien. Als ik de alt ingedrukt hou en ik trek een van de deeltjes van het pijltje weg, dan trek ik ze eigenlijk uit elkaar. En in plaats van één harde grens, wordt het gebied tussen deze twee pijltjes nu echt gewoon een soort van verloop. En ik klik op OK. Misschien zul je zeggen: van ja, ik vind dat er weinig veranderd is. Nou, dat kan. Ga ik even naar de historie. Um, gaat het even puur over het beschermen van de hooglichten? Dit was. Before. Dus dit is verscherping over de hele foto. En dit is eigenlijk alleen gewoon in de wat donkere delen. De absolute hooglichten zijn beschermd. Dus wel met verscherping in de hooglichten en zonder verscherping in de hooglichten. En ook dit kun je gewoon weer heel makkelijk aanpassen. Dubbelklik nogmaals gewoon op een leeg stuk in de laag. En je gaat terug naar het laagstijle menu. En je kunt zeggen van nou weet je wat, ik verzet het allebei gewoon een klein beetje meer naar rechts. Dan hebben we toch een klein beetje verscherping in de hooglichten. En ik laat het daarbij. En in principe, zo eenvoudig is het. Dit is dus de before-foto. En als je het aanzet, is dit de after-foto. En stiekem is het toch eigenlijk gewoon best wel een heel verschil. Voor zover. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei-doei.